Hallo allemaal. In dit filmpje gaan we eens kijken hoe je nu weer al oefeningen moet oplossen met de juiste volgorde van bewerkingen en dit met breuken in de opgave. Wie kent er de juiste volgorde van de bewerkingen nog? Als allereerste gaan we altijd de bewerkingen tussen de haakjes oplossen van binnen naar buiten. Daarna lossen we de machten en vierkantswortels op. De derde stap was Vermenigvuldigen en delen altijd van links naar rechts. En als laatste optellen en aftrekken ook van links naar rechts. We kijken samen naar een eerste voorbeeldje. Onze eerste stap was bewerkingen tussen haakjes. We gaan eens kijken of we ergens een bewerking tussen haakjes hebben. En we zien dat er geen bewerkingen tussen haakjes staan. Er staan wel haakjes, maar die staan er gewoon omdat anders plus en min twee tekens naast elkaar zouden botsen. Tussen die haakjes staat er alleen min drie vierde. Min drie vierde is geen bewerking, dat kan ik niet uitrekenen, dus met die haakjes kan ik niks doen en ik mag naar stap 2. Stap 2 zijn de machten en de vierkantswortels. En ik zie dat ik een vierkantswortel in mijn opgave heb, de vierkantswortel van 1 vierde. Die onderlijn ik, want die ga ik eerst oplossen. Dan zal ik in mijn hoofd het stappenplan van het oplossen van vierkantswortels er eventjes moeten bijnemen. Om vierkantswortels op te lossen gingen we altijd het teken bepalen en dan de vierkantswortel van zowel de teller als de noemer nemen. Ik heb een positieve vierkantswortel, er staat geen minnetje voor. En ik neem dan de vierkantswortel van de teller en de noemer. De vierkantswortel van 1 wordt 1 en de vierkantswortel van 4 wordt 2. Dus krijg ik 1 tweede. Al de rest heb ik niet onderlijnd, ga ik ook nog niet uitrekenen, schrijf ik gewoon over uit de opgave. Dan ga ik eens kijken, heb ik nog machten of vierkantswortels? Nee, dus deze stap is klaar. Ik kan naar stap 3. Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. Ik zie 1 vermenigvuldiging in mijn opgave, min 3 vierde maal 8 vijfde, dus die ga ik oplossen. 1 tweede daar ga ik niks mee doen, dat schrijf ik gewoon over en dan los ik mijn vermenigvuldiging op. Ik neem het stappenplan er weer eventjes bij. We bepalen het teken, we kijken of we kunnen vereenvoudigen en we vermenigvuldigen de teller met elkaar en de noemer met elkaar. Het teken, ik zie 1 minuutje, oneven aantal minuutjes, dus wordt negatief. Dan kan ik vereenvoudigen, ja, 8 en 4 kan ik beide delen door 4, wordt 2 en 1. En dan nog uitrekenen, tellers vermenigvuldigen, 3 maal 2 wordt 6. En noemers vermenigvuldigen, 1 maal 5 wordt 5 en ik heb min 6 5 Ik heb geen vermenigvuldigingen of delingen meer over, dus ik kan naar de laatste stap optellen en aftrekken van links naar rechts. Ik heb nog maar één bewerking over. Ik onderlijn deze en ik neem het stappenplannetje er weer eventjes bij. Twee tekens na elkaar wegwerken, vereenvoudigen, gelijknamig maken, tellers optellen of aftrekken en de noemer behouden en indien mogelijk vereenvoudigen. Ook ik werk de twee tekens na elkaar weg. Ik zie plus en min, dus dat wordt min. Ik kijk of ik kan vereenvoudigen. Ik kan niks vereenvoudigen, dus ik ga verder. Dan moet ik gelijknamig maken. Voor 2 en 5 kies ik voor noemer 10. Dan krijg ik 5 tienden van 2 naar 10 vermenigvuldigen met 5 en 12 tiende van 5 naar 10 vermenigvuldigen met 2. Dan ga ik de tellers optellen of aftrekken. 5 min 12 wordt min 7 en de noemer laat ik staan. Min 7 tienden kan ik niet meer vereenvoudigen. Dus mijn hele oefening is opgelost. We kijken naar een tweede voorbeeldje. Ik begin weer, zoals altijd, met de bewerkingen tussen haakjes. Ik zie dat ik één bewerking, min 2 derde plus 5 zesde, tussen haakjes heb staan. Dus die ga ik eerst doen. Het is een optelling. Ik neem het stappenplantje er weer eventjes bij. Ik heb geen twee tekens na elkaar, dus dat hoef ik al niet te doen. Ik kan niet vereenvoudigen, dus dat kan ik ook overslaan. Ik ga meteen naar stap 3 gelijknamig maken. Voor nummer 3 en 6 kan ik kiezen voor nummer 6. Van 3 naar 6 is vermenigvuldigen met 2, dus krijg ik 4 zesde. En 5 zesde blijft hetzelfde, want dat stond al op nummer 6. Al de rest van de opgave schrijf ik weer over, want dat heb ik niet onderlijnd en dus ook niet uitgerekend. Die tweede macht bij die haakjes, die blijft dus ook gewoon staan. Daar heb ik nog niets mee gedaan. Dan moet ik nog uitrekenen. Min 4 plus 5 wordt 1 en de noemer wordt behouden, dus krijg ik 1 zesde. En al de rest schrijf ik weer over. Bewerkingen tussen haakjes zijn ja, dus ik ga naar stap 2, het uitrekenen van de machten en vierkantswortels. Ik zie daar een macht, 1 zesde tot de tweede macht, dus die ga ik nu eerst uitrekenen. Ik neem het stappenplantje er weer bij, bepaal het teken, mijn oplossing wordt positief, want ik heb een positief grondtal. En dan moet ik de teller tot die macht verheffen, 1 tot de tweede macht, 1 x 1 is 1. En de noemer tot die macht verheffen, 6 tot de tweede macht, 6 x 6 is 36. En al de rest schrijf ik weer over, want daar heb ik niks mee gedaan, was ook niet onderlijnd. Dan ga ik naar stap 3, het vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. Ik zie een vermenigvuldiging. 136 zesendertigste gedeeld door 2 negende ga ik onderlijnen. Ik neem het stappenplannetje erbij. We bepalen het teken, er zijn geen minnetjes, dus mijn oplossing wordt positief. Dan moet ik vermenigvuldigen met de omgekeerde breuk. Dus 1 36 gedeeld door 2 negende wordt 1 36ste maal 9 tweede. Ik wissel teller en noemer om. Ik kijk na of ik kan vereenvoudigen. 9 en 36 kan ik beide delen door 9 wordt 1 en 4. En dan moet ik de tellers met elkaar vermenigvuldigen. 1 maal 1 wordt 1. En de noemers met elkaar vermenigvuldigen. 4 maal 2 wordt 8. 1 achtste en ik heb mijn oplossing gevonden. We kijken naar een laatste voorbeeldje. Onze eerste stap is altijd de bewerkingen tussen de haakjes. Maar ik zie nu twee verschillende bewerkingen tussen haakjes. Zowel optellen als vermenigvuldigen. Dan weet ik van in volgorde van mijn stappenplaatje dat ik altijd eerst moet vermenigvuldigen en pas als allerlaatste, mijn laatste stap is optellen, moet gaan optellen. Dus ik ga eerst 1 tweede maal 4 5. doen. Dus tussen haakjes stelt dezelfde volgorde dan buiten de haakjes. Oké, we nemen het stappenplan er weer bij. We schrijven alles over wat we niet onderlijnd hebben. We bepalen het teken. Geen minnetjes, dus plus. We gaan kijken of we kunnen vereenvoudigen. 4 en 2 kunnen we delen door 2. En dan gaan we de tellers vermenigvuldigen. 1 maal 2 wordt 2. En de noemers vermenigvuldigen. 1 maal 5 wordt 5. Ik ga verder met de bewerking. Tussen haakjes, want ze zijn nog niet helemaal opgelost. Ik moet nog gaan optellen tussen de haakjes. Dan, ik schrijf weer over wat ik niet onderlijnd heb. Twee tekens wegwerken is niet nodig, want die zijn er niet. Ik kan ook niet vereenvoudigen, dus ik ga meteen gelijknamig maken. Voor nummer 3 en 5 kan ik kiezen voor nummer 15. Van 3 naar 15 is maal 5. 2 maal 5 wordt 10. Van 5 naar 15 is maal 3. 2 maal 3 wordt 6. En dan moet ik nog verder uitrekenen, dus ik schrijf weer over wat ik niet aan het uitrekenen ben. 10 plus 6 is 16 en de noemer blijft 15. Nu heb ik alles tussen de haakjes opgelost, dus kan ik naar de volgende stap, machten en vierkantswortels. Die zijn er niet, dus die stap kan ik overslaan. Ga ik naar stap 3, vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. Ik neem het stappenplannetje er eventjes bij, want ik heb hier een vermenigvuldiging. Ik bepaal het teken. 1 minuutje, dus wordt min. Ik vereenvoudig. 16 en 4 kan ik beide delen door 4. En 3 en 15 kan ik beide delen door 3. En dan de tellers vermenigvuldigen. 1 x 4 wordt 4. En de noemers vermenigvuldigen. 1 x 5 wordt 5. En krijg ik min 4 vijfde. Dus stap 4 is niet meer nodig, want heel mijn oefening is opgelost. Heel veel succes met de oefeningen. Nu is het aan jullie. Nog een aantal tips. Volg goed het stappenplan van de volgorde van bewerkingen. Maar gebruik ook de stappenplantjes voor het oplossen van de verschillende bewerkingen: voor het vermenigvuldigen, voor het telen, voor het optellen en zo verder. Neem die er gerust bij als je ze niet meer kent, want die heb je ook nodig. Schrijf voldoende tussenstappen. Onderlijn altijd wat je eerst doet en gebruik altijd een nieuw lijntje voor een nieuwe stap. Veel succes!